wat hierachter staat is een golfmachine. Die is gemaakt uiteindelijk door jongens van het ROC in Vlissingen. Die hebben als een project mijn idee aangenomen om uit te voeren. En dit is een golfmachine die onder de brug komt te hangen. Het grootste gedeelte in het water. En die gaat één keer in de 10 minuten, geeft hij een duw in het water. En waardoor er een golf gaat rollen, hopelijk. De eerste reden is dat ik het gevoel wat mensen krijgen bij het kijken naar golven. De meeste mensen vinden dat prettig om naar golven te staren. Je laat je gedachten gaan. En ik wilde dat eigenlijk die eigenschap proberen om die mee te nemen de stad in. Iedereen weet dat het een hele kunstmatige golf is. En toch merk ik nu al tijdens de opbouwperiode, er is nog niks te zien en mensen kijken er naar uit. En dat vind ik echt een heel mooi resultaat al. Nog voordat hij ook echt in het water is, vragen mensen zich al af, als ze een golf zien, van hey, doet hij het al? Dan, die vraag kwam vanochtend en dat is echt leuk. Speciaal voor deze locatie vond ik het ook leuk om met de geschiedenis van deze plek aan de slag te gaan. Dit was vroeger een doorvaartroute naar het molenwater daar verderop, waar nu geen water meer is. Maar dat was een grote kom, zeg maar, waar de schepen naartoe vaarden. Ze konden daar laden en lossen en draaien en weer terug. En het gevolg van een voorbijvarend schip is natuurlijk dat er een golf te zien is. Die laat even een echo achter. En als soort echo van het verleden lijkt het me ook heel mooi om dan hier toch nog een golf te zien rollen. Een eentje die hopelijk opvalt tussen de kleine kabbelingetjes die er vanzelf zijn.